De Pauluskerk in het Friese dorp Oudkerk is een van oorsprong Romaans kerkgebouw uit de 12e eeuw. De kerk is gebouwd met kloostermoppen en deels tufsteen. Het gebouw bevindt zich op een hoog kerkhof en was gewijd aan Paulus. De noordmuur van het schip heeft nog een aantal boogfriezen dat de Romaanse aard van het gebouw laat zien. Deze muur heeft twee rondboogvensters uit de 19e eeuw, waarvan het venster dat het dichtst bij de toren zit, gedeeltelijk schuilgaat achter het fronton van de nieuwe ingang. Ook de zuidmuur bevat nog een paar boogfriezen. Deze zijde heeft vier rondboogvensters uit de 19e eeuw, met een kleiner venster boven de ingang die tot 1750 in gebruik was. Het koor van de kerk is vijfzijdig gesloten. In de 19e eeuw is het koor bepleisterd en sindsdien heeft het een okergele kleur. De buitenste twee zijden van de koorsluiting zijn ook voorzien van rondboogvensters. De zadeldaktoren dateert uit het begin van de 13e eeuw en bestaat uit kloostermoppen en tufsteen. De toren is enigszins opgenomen in de kerk doordat het schip de noord- en zuidmuur van de toren voor een deel omgeeft. In de toren hangen twee klokken, één uit 1611 van de hand van Gregorius van Hal en één uit 1671 van de hand van Petrus Overnij.